Welkom bij Carne van Alles, het programma over de carnaval van Volspisa Eze. Met veel muziek, dans en heel leuke gesprekken. We beginnen met de Sjokske muziek. Prins Roger de Veerde en Tom, de minister van Nieswieler van de Baakraad. Prins Roger, je bent uitgeroepen in een volle zaal, ik was zelf erbij. Hoe ben je aangekomen bij de Lui en Nieswieler? Ja, ik denk wel goed. Ze hebben jaren ook tegen Prins Woed waarschijnlijk achterin worden. Maar een beetje in de zaal, hoe mooi van mij is hem kleden. Ja, en dit jaar ben ik, word erbij. Ik was wel enthousiast, ik moet het eerlijk gaan zeggen. Hey Roger, je bent agrariër, landbouwer. Hè? Had ze vier of had ze alleen maar landbouw? We hebben akkerbouwbedrijf en zoogkoeien tak erbij. Dus keu met zogende kalveren. Ja, ja. Hey, je bent echt een Nieswieler jong. Ja, als ze zo'n bedrijf was, dan werd het wel maar korte nachten nemen gaan. Hoor. Ja, daarvoor over de eerste jaar maar. Toen je vroeg hoeveel prinsen wij dat zo, was ze allemaal in twijfel. Dan denk je van. Ja, we gaan het wel eens maar in zoeken. Maar ik heb een goede hulp van pap en de broer. En ja, en als ik hier moest een keer erover zitten, dan denk ik van ja, kort en nacht of toch gewend. En zal het daar eens beginnen. Dan wisten we een paar jaar later goed voor de mond. Dat kan inderdaad, als ze zo'n broer en zo'n pap en nog haast die het goed kunnen helpen, dan kunt dat allemaal goed. Ja. Tom, wie bist u eigenlijk minister? Wat had je gevraagd? Verantwoordelijk jou met carnaval een afspraak gemaakt met een gekke slag. En na de carnaval belletten en zaten van, wil ze nog door? En ik zei, ja, een man, een woord. Hey Tom, en als minister had ze natuurlijk het te zeggen. Wat voor minister bist u eigenlijk? Van financiën of zo? Nee, ik moet een beetje opletten dat alles goed geeft met de prins. En dat je goed op tijd heen kunt. En dat geeft dat nu toe nog helemaal goed. Oh, dan brengt ze mijn gebed maar. Nee, nou heem, nog gebed, dat mag je zelfs wel, het laatste stuk. Hey Tom, en wat had ze eigenlijk voor functie? Na het feit dat ze met dingen voor hun bezig moest ze op de beurs letten en kijken dat ze zich overal goed gedraagt en dat hij niet te veel bier drinkt. Wat moest ze allemaal doen? Oh, dat bier drinken, dat hoorde ik zelf ook van. Ik moet zo uit de goed heen kunnen, dat ik goed werd opgehold en dan kunnen alles goed. Roger, de evenementen in Nieswieler, wat kan voor allemaal beleven met de carnaval? Voor beginnen het Fridays.
met een gezellige Auweverbal. Ja, het zorgt dus voor een sleuteloverdracht met ja, de gemeente het jaar gemeente Gulpen als gemeente Prins. En het zondag is er hoofddag, optocht bij ons. Met ja, daarna gezellig springen en rennen bij de Renk, Franke, Gembaag. En we hebben er maandag, het avonds na 7 uur, nog een gezellige avond. En ja, dit is jammer ook waarschijnlijk de afsluiting. Hè. Ja. Ja, maar dat is nog gans wiet voet. Dat is nog gans wiet voet. Dat moet je denken. Ja. Ook, wat zou je zeggen, we hebben in Nieswiller maar één café, als ik het zo mag zeggen. Hè. Tom, dat is wel geloof ik een probleem in Nieswiller. Ja, dat is zeker een probleem. En over dat met de school en de zaal, dat voor daar beetje hoop op houden gevestigd. Maar dat is ook wel iets moment niet doorgegaan. Dus ja, zolang wie er hangt, dan ga je er nog eens gebruik van maken. Ja. Hey, en dan, hoe ga je er alleen zo met de carnavalsvereniging? Naar welke zittingen of naar welke evenementen? Er zijn ja, een teuvelzetting geweest. Waarwieler hebben ook eerst vrijdag de receptie Epe, de Bannelt. Ja, wat hebben we nog meer programma's? Mechelen zijn er geweest, ja. Dus, eigenlijk moesten we als prins van Nieswiller, we hebben in Gulpen-Wittem een aantal kerkdorpen, overal moesten we eens één keer heen gaan. Hè? Ja, normaal is een zitting of een receptie overheen gaan, ja. Dus, hey, en wat vind je eigenlijk het leukste van al dat, dat uitgaan? Ja, ik vind het gewoon gezellig. Met Nieswiller hebben ze een goede, hele gezellige elfer gehad. Die jongen pakt zich richtig beneden en ja, die trek ik. Ik heb voorheen niet bij de elfer gezeten. Ik ken de jongens wel van de laatste jaar dat de prinsen waren door de straat trekken. Ja, dat is gewoon een gezellige klik en die reed ik even, ja, met haar doorheen. En ook wanneer ze op de receptie of op een zitting is, die andere vereins wat ze treft, ja, dat pakt ze allemaal reden. Dat is gewoon ja, gezellig, chic. Nu had je het juist gezegd, want dat wordt me ook opgevallen. Ik ben eigenlijk de chauffeur van de Prinsenwagen. Wat deed dat nu? Ja, dat moet ik even afwachten. Hè. Maar of moest het te voet gaan? Ja, dat weet ik van niet. Misschien de jongeren waren zelf wat te trekken dit jaar. Maar... Nee, goed. Is maar een grapje. Daar broer, een van de broer, die heet dat door, ja. Ja. Hey, Nieswiller is de kleedeur. Tom, hoeveel maanden zit in de Elverhout? Vertel het eens. We zitten met 25 leden, geloof ik. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, dat is chic. In zo'n kleedeur hebben we toch zoveel leden. Zie je toch dat het wel trekt, joh. Ja. Hey, nou, ja, goed, ik moet zeggen, inderdaad, de carnaval in Nieswiller leeft er ook nog. En in alle andere dorpen natuurlijk ook. En er zijn nog heel veel dingen te zien en te doen. Een Auweverbal is er ook te vriendelijk voor carnaval. Ja. Daar moeten ook nu naartoe komen, nu gaan. Ja, want... Maak een beetje reclame. Ja, ik wil hopen dat nu wat kijken. En ze voelen zich een beetje... Het hoeft geen echt Auweverbal te zien, maar ze kennen zich wel gelijk als Auweverbal. Ja, tot ze komen, hè. En ja, metspringen en spaas maken, hoor. Ja. Goed, Tom, Roger, ik wens je een ganz schön seizoen toe. Een lot voor afsluiten. Met uit te brengen op de Baargaten. Dribbelkraftig. Nieswiller. Alaf. Nieswiller. Alaf. Baargaten. Alaf. Carnaval is ver begonnen, weer tot met die.
En Prins Huub, U60, Prins van de Nagedraven zit er maar. Het is natuurlijk geen echte prins zonder zijn toebehoren en die kijkt hij nu ook. Anje Rijk, door de vuur zitten en we beginnen even eerst met de cape. En het laatste wat hem echt zal brengen tot prins van Thomas van de Nagedravers, de Jules Scepter. Bij deze, dames en heren, Prins Huub van de Nachtdramen van de Maas. Beste kijkers van Karne van Alles, we zijn nu aanwezig in een schuur van een van onze prachtige boerderijen in ons Heuveland, waar een grote groep jongeren bezig is met het bouwen aan een tweetal wagens voor in de diverse carnavalsoptochten. Ik sta hier in een schuur in het Heuveland. Ik ben te gast bij een groep bouwers, wagenbouwers van de carnaval. Net voor mij zit Rick Kisters. Rick. De Nutte Zukke, daar ben ik bij, hè? Ja, dat klopt. Wat is dat voor een komende naam eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. De Nutte Zukke is een carnavalsverein, dat is ooit ontstaan in Lemiers. Wie komt voor bij de naam? Dat is een goede vraag. We zijn ooit begonnen met een vriendengroepje. In het jaar 2012, wie er Prins Niels de Eerste met de Hofnar Chris. Het Lemierser Rijk van de Grensschieber regeerde. En toen hadden we besloten met een groep op te richten. En toen zoeken we nog een naam. En toen horen een ander vriendengroepje van. Ja, die ook zijn aangesloten bij de Nutte Zukke. Die houden een gekke buurt opgetrokken, zeg maar, op de proclamatie of de prinsreceptie van die twee. En toen houden ze zich de Nutte Zukke genoemd. En toen dachten we, hey, dat is best een goede naam. Plots voor dat ook eens. Zeker, heel ludiek eigenlijk ook. Ja. Dus nu weet voor hoe de naam vandaan kunt. Zeg, ik ben jou heen hoe in de schuur. Er zit een geweldige wagenbouw. Ze hebben twee wagens, zullen er een boer. Wat is het thema dit jaar? We gaan dit jaar als thema aan voor Romeinen. Dus dat is een gans vernieuwend thema, hopen voor binnen de carnaval in het Heuveland. Hey, en hoeveel jeugd je doet er aan met? De aanmeldingstermijn is nog net gans afgelopen. Er komen links nog aanmeldingen binnen. Maar we zitten nu om en bij de 80 aanmeldingen. Dus. En er zijn 8 jongen die zijn aan het bouwen, als ik voor hetzelfde. Ja. Hè? Ook meisjes erbij? Ook vrouwen die zijn natuurlijk uiteraard welkom. Maar meisjes werken van de man zien, maar vrouwen die zijn welkom. En die zijn nog regelmatig heen. Twee wagens, dat is natuurlijk een ganse opgave. Hè? Wie komt dan die materialen allemaal eigenlijk? We bouwen eigenlijk al jarenlang bouwen op twee verschillende wagens. Dat had een reden dat voor ons willen floreren als een grote groep. En die materialen die horen we in de plaatselijke super, of weet je, de plaatselijke bouwmarkt. En dat geeft in principe dat vanzelf al. Nee, dus, ja. Ik hou juist goed geluisterd wat ze zag. Ze zegt, de inschrijftermijn is nog niet voorbij. Dus dat betekent dat die eigenlijk geen zich bij u kan aanmelden. Hè? Ja, klopt dat? In principe willen we de groep een beetje beperkt houden. Eigenlijk alleen maar vrienden en bekenden van de Nutte Zukke of Nutte Zukke leden die er jarenlang mee lopen. In principe is de inschrift mij wel afgelopen. Maar goed, af en toe, dit Franse oog zou ik niet even. En het thema dit jaar is Romeinen. Dat betekent inderdaad dat er toch wel een beetje naksje arm, naksje been rondloopt. Is dat niet echt het koord?
Ja, voor hen inderdaad een redelijk uitdagend pak. Dat is redelijk het ontblote arm en bing. Maar goed, voor zelden alles dat doen om zo ver mogelijk uit te doen. En hoop natuurlijk dat het weer een beetje meespelen. Het weer moet meespelen. Hey, hartstikke leuk. Wat ik nu nog het laatste wil vragen eigenlijk. Ja, 88, 90 jeugdigen die meegunt. Na de carnaval zijn dan ook meestal nieuwe stelletjes zo. Ja, dat durf ik niet zo veel over te zeggen, maar af en toe dan gebeurde wel en zat er links en rechts nieuwe stelletjes ontdekt werden tijdens de carnaval. Okay. Dus, nou, dan zou ik zeggen aan Lu wat kieken, de jeugdigen, meld je aan bij de Nutte Zukken, want er nog niks te doen had met de carnaval. En los van inderdaad te hopen dat het schön weer wordt en dat we inderdaad veel spaas krijgen. En dan brengen we Oesreek als laatste in een krachtige carnaval alaaf. John Keulen en der Erik Vaassens, twee jongens van de carnavalsvereniging De Ulle van Partij Wittem. Ik wil het met u gaan over de Lemkesoptocht, oftewel de lichtstoet. Wat is het eigenlijk, John? De Lemkesoptocht zijn voor mij begonnen 7 jaar geleden. Lemkesoptocht? Lemkesoptocht. Wat is er nu zo bijzonder aan? Ja, wat is er zo bijzonder aan? Het leuke draad van de jeugd, dat we de jeugd nog kunnen amuseren ermee. Dat is dus s'avonds, hè? Dat is s'avonds, met allemaal leks gezegd. Ja, maar en een hoop, boom, boom. Een hoop cabana, bedoelt ze ermee. Maar ik kijk in de carnavals op toch van oudsher dingen, dat is toch vandaag. Maar dan, soms, wie kunt ze op dat idee eigenlijk? Ja, wie kunt ze op het idee? We zijn daarmee komen, vooral door Erik daar, dat de jeugd, of dat de carnavalpartij helemaal dood wordt. Want van ik zou het doen, het zondes na de optocht, dood. En vooral het dinsdag is ook dood. De jeugdmiddag wordt afgelopen en allemaal. Maar dat is door Erik komt met het idee voor een Lemkesoptocht te maken. Maar nu had het ganse bestuur ons voor gek verklaard. Maar voor twee hebben doorgezet. En er is nog door Marcel Vlekken bijgekomen. Maar voor met de twee hebben toen doorgezet. En we zijn dus 7 jaar geleden ermee begonnen. En ze hebben gedacht, voor 10 waren ze, zijn verblij. Vrouwen tot 16. En zodoende is het dus begonnen. En daarna voor de afterparty voor de jeugd is ook weer met opgestart. Ja. Hey, 7 jaar geleden, dat is een ganse tijd geleden. En het werd geen jaar beter, Erik. Ja, we kregen elke jaar meer met aanmeldingen. Dus stijgende van begin 16 en vorig jaar over de 28. Dus nu zo erg dat we moeten geloten. Wij met morgen, wij niet. En bezoekersaantallen die groeien langs de weg. Dat is al gewoon gekend in partij. Het is zo, je kunt zich aanmelden en dan maakt die een selectie die bepaalt wie kunt. Via een loterie ga je dat wij met morgen. En voor meer dan 20 aanmeldingen hebben we.
En hoe de zes heel snel dat is, dat dinsdag is, dat de laatste dag van de carnaval. Dus inderdaad, met de hubs geen last van bijvoorbeeld die gulpen, hoe dan op de maat is. Of bijvoorbeeld van de carnavalsoptocht in Lemiers. Maar Lemiers is een grote optocht. Ja, is hij heel groot. Ik heb hem nooit gezien, Thijs. Dat was ik eerlijk zeggen. Nee, luister, wie met dat idee komt dat waar van ja, een Valkenberg waren, een Ekkeldag en een Heerle. De rest waren hier in het Heuveland waar, niks. Aangezien dat, ja, zoals je schon zag, op de zondag en dinsdag waren bij ons op, ja, op Sterren van Oor al de wat. Hebben we op dinsdagavond als afsluiting hebben we dat nog georganiseerd. Ja, hey, en wat ik wil vragen is, kennen zich nog verenigingen nog aanmelden? Zijn het alleen maar Wagels of lopen er ook andere lui mee? Er lopen ook andere lui mee, maar hoofdzakelijk zijn het Wagels. Alleen de mitsloopgroepen zijn de vrouwen van de Elverhout van ons daar, die lopen nog mee. En de rest is allemaal Wagels, Wagels, Wagels. Hey, en die Wagels, ja, die lopen vandaag natuurlijk er gewoon op, toch? Ja. En die doen het dan zoveel een lamp ophangen. Ja, die hebben daar allemaal de kerstversiering erop zitten. Ah, zo moet je me dat voorstellen. Ja. En dat is hier. De disco drop, ja, dat is gewoon. Overwegend jeugd? Alles overwegend jeugd en vooral vanaf 12 tot en met 20, 30 jaar dus. Hey, en wie laat begint de optocht? Dat begint om 8:30, begint hij wit hem op de grote parkeerplaats tegenover het klooster. En dan steken we de Rijkswijgen van de Gufferdorppartijen tot 9 uur ongeveer. Anderhalf stond loopt er van wit hem bij zijn partij. Hey, pas op, dat is bied. Het eerste jaar heb ik een match gehad, dat zag ik, wist niet dat de partij zo groot was. Okay. Maar het hou helaas niet in de gaten dat al voor de tweede keer door diezelfde straat liep. Ja. Hey, John, maak ik dus een aanspeling op het feit dat de afterparty zo leuk is. Vertel ons, Gedeville. Ja, dat is een carnavalsgroep van partij. Die de jongens lopen zelf met. Die voor het eerste jaar benaderd van jongens, als er met loopt, met een auto. Heb je interesse om de nou voor muziek te zorgen? Nou, die jongens hebben dus aan een goed voor muziekenzorg. Ja, dat heeft zo'n goede naam gebracht voor de afterparty. Ja, het is gewoon de eerste 3 jaar koers over de koppen heen lopen. En daarna hoefden ze niet meer te lopen, koers de rollen zo druk worden. En dus voor nu langzaam zijn we daar een einde aan. En waar is dat dan? Dat is bij ons een partij, ja, in de zaal. In de zaal? Ja. Hoe heet je de zaal? Goeie vraag. Agewinus. Agewinus. Agewinus is dat ding. Hey, dan maak even tenslotte nog een beetje reclame. Dat is carnavalsdinsdag. Ja, jongens. Wanneer niks te doen had carnavalsdinsdag. Komt allemaal naar partij kijken naar de Lemkes op toch. En dan ook kinderen nog, wanneer nog keertjes zijn te krijgen, naar de afterparty komen. Dan sluiten we af met een krachtig Ule Alla.
Hallo Jaap, welkom in IJsden. Wat brengt jou in het zuidelijkste dorp van Nederland? Nou, ik ben in een warm bad gestapt in IJsden. Ik ben uitgenodigd om ridder van de Cramignon te worden. Dat is een enorme eer. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vind het prachtig. Nou, daar ben je al over de hele wereld heb je natuurlijk al gereisd. Maar heb je zelf ook wel eens carnaval gevierd? Ik heb het in Rosmalen gevierd en een keertje in Roermond als privépersoon. Als Rotterdammer moet je daar even aan wennen. Ik had even wat indringtijd nodig en toen vond ik het fantastisch. Ik was om. Ja. Nou krijg je vanavond de Gouden Cramignon-onderscheiding. Ja. Wat weet je van de Gouden Cramignon-onderscheiding? Ik weet dat Cramignon, dat is een rijdans, een traditionele rijdans. Journalist, dus ik bereid me wel een beetje voor. Het is een onderscheiding, het is de tweede hoogste onderscheiding in de carnavalstraditie. En ik krijg hem vanwege mijn verslaggeving, of voor mijn verslaggeving van de laatste 30 jaar. Mm-hmm. En hoe vond je tot je deze onderscheiding krijgt? Want ik neem aan dat je dat niet verwachtte. Hans, ik wist niet wat het was. Dus ik werd er door geïntroduceerd door jullie ambassadeur in het noorden. En die heeft me toen verteld en ik vond het prachtig om te doen. Als je iets maakt en het is gezien en het wordt gewaardeerd. Jongens, wie ben ik dan om te zeggen het is niks? Ik vind het prachtig. Ja, wat verwacht je van vanavond? Wat ik verwacht is een feestje. Ik ben er nerveus voor, want ik weet niet wat mijn grootste zorg is dat ik het allemaal versta. Ik zat net aan tafel en ik verstond niet iedereen. Dus dat wordt misschien een probleem, maar ik hoop dat dat probleem wordt opgelost. Nou, gelukkig het probleem wordt ook opgelost. Ik zou zeggen, geniet vanavond. We zijn er natuurlijk bij. We laten het straks zien aan de kijkers. Ja. Ik zou zeggen, hele mooie, gezellige avond. En probeer maar mee te zingen het Limburgs dialect. Ja, Nou, dat moet je niet van me verwachten, maar ik heb het lied heb ik gezien een paar keer op YouTube en ik vind het een prachtig lied. En ik ga het meezingen uit volle borst. Ga doen. Oké. Ja, in het Nederlands. Dan ben ik toch in heel wat ramp en Nederlandse vuur geweest. Maar ik heb nog nooit zo op mijn benen staan trillen dan dit. Sorry, maar dit is leuk nieuws. Dit is toch zo leuk. Kijk, bij journalisten, bij grossieren in ellende. Maar nu is het een keertje goed. En wie ben ik nou met mijn lieve microfoontje en met mijn camera dat ik dit mag meemaken? Mijn moeder uit Rotterdam zei altijd, jongens, dit is maar een baantje. Nuchter aan zo'n regelmatig was. En ja, wij vieren wel een feestje af en toe in Rotterdam. Maar ja, dat is alleen dat fijne toch hier wordt. Dat is dus onder 18 jaar. Maar ik ben al helemaal ingereden hier. Dit is echt fantastisch. Ik ben super, maar dan ook super trots om jullie ridder te zijn. Dankjewel.